Kijk, dit is de collectie die ik in bijna 40 jaar bij me heb gebracht. Een enorme verscheidenheid aan dingen van etsen, van prenten, van nieuwjaarswensen, katoenen doeken. Ja, de koperen plaatsen die vroeger bij elke grootmoek in de gang hingen. Ja, zo is dat in al die jaren opbouwd. Ik kom oorspronkelijk uit Canada, daar ben ik geboren. Mijn vader was een van die bevrijders van Leeuwarden. Dan krijg je natuurlijk dat verhaal van Therese en de Canadees. Therese was verliefd op die Canadees, ze gaan naar Canada. Daar gaat het huwelijk mis. Dan is het haar broer en het Rode Kruis die ons hals over de kop naar Leeuwarden halen. Met alle problemen van dien. Mijn oom heeft toen gezorgd dat ik hier geplaatst werd in het Oldburger Weeshuis. 1951. En dat is ook het begin van mijn kennis over Leeuwarden en mijn interesse in Leeuwarden. Je bent altijd opgegroeid in die binnenstad. En ja, daar speel je, je komt in de Butterhoek, je zit op de schoolstad in de binnenstad. En al die vriendjes komen van de binnenstad, dus je bent helemaal verknocht en verbonden met die binnenstad. En hoe volk wat zit je intussen al net? Ja, maar ik moest het van mijn administrateur voor de belasting allemaal inboeken. Ik heb hier meer dan 8000 items staan. Ik ben, ja, toen zei ik ook nog wat nodig. Dus ik denk dat ik aardig richting de 10.000 stuks op Leeuwarden ga. Ja, ik ben wat ze noemen oppertorenwachter. Ik stuur de torenwachters aan. Nou ja, vorig jaar was het natuurlijk een enorm succes. Ja, 66.000 mensen op dat ding. Hoe is het dat je op vakantie ging? Ja, niet best. wat de meeste Leeuwarders dan ook zeggen. Ik moet eerst die oude hoven zien of die er wel staat en dan ga ik naar huis. En een beetje Leeuwarden zei ook nog omen tegen deze toren natuurlijk. Ja, ik moet het op een gegeven moment kwijt. Ik ben niet de jongste meer. 72 werk en eerlijk is eerlijk, de kinderen hebben hier niet zo verband mee met dat oude Leeuwarden. En ik heb geprobeerd om een selectie te maken. Dacht ik, nou ik nog een paar stukken hou. En dan ga je een selectie maken, ja dan leidt er weer zo'n bult in de kamer. Toen heb ik tegen de vrouw gezegd, we doen helemaal geen selectie meer, alles weg. Ik ben ook stadsgids. Al heel lang, dat betekent dat een van deze gebouwen, en zeker dit gebouw, altijd bezocht wordt door een stadsgids. En is het mooi om die leerde voor jou, om die te doen? Ja, die is ongelooflijk leuk. Ongelooflijk leuk. We hebben vorig jaar natuurlijk heel veel mensen rondleiden. En de reacties waren bijna allemaal dat dit het beste bewaarde geheim van Nederland was, Leeuwarden. Nou, ik durf het eigenlijk niet te vertellen. Het is vloeken in de kerk. Dit is eigenlijk het mooiste gebouw wat Leeuwarden heeft. Uiteraard moet ik Oldhoven zeggen. Maar ja, dan moet je liegen als je zegt dat de Oldhoven mooier is dan deze. Oldhoven is specialer. Maar je kunt niet zeggen hij is mooier, want eigenlijk is dit gebouw natuurlijk veel mooier. Kijk, dit is een heel verhaal over mij. Dat ik in het Oldburg geweest aan het spelen ben achter op het plein. Ja. Iedereen kent het verhaal van Therese en haar Canadees. Dat gaat ook op voor de moeder van William Lott. Zij werd na de oorlog verliefd op een van de bevrijders en vertrok met hem naar Canada. Ja, jou bent officieel zelf ook onderdeel van die historie van Ljouwt. Ja, zo langzamerhand wel. Mijn kleindochter die zei van, ik was laatst ook weer op televisie vorig jaar een gouden deeltje gekregen. En die belde me op, ze zei het is open en al beroemd. Ik zei, nou ja, rondom die oldo gaat het wel. Ja, nee, maar dan ben ik ook beroemd, zei ze. Maar daar ging het om. Ja. Wanneer mij het spul kwijt wijzen? Ik ben hier tot en met december. En dan hoop ik dat ik bijna alles kwijt ben. Ja. Ja.